Ik ben in Amsterdam bij strafrechtadvocaat Peter Plasman. We praten natuurlijk over zijn partij voor de niet-stemmers, maar hij heeft ook nog een paar adviezen voor het leven. Ik zou het heel goed vinden dat iedereen een dag in de cel door zou brengen. Die hele gang lag 2 meter hoog met wc-papier en toen kwam de pater kijken. Nou, als aan mij gevraagd zou worden welk moment in je leven zou je over willen doen, dan is dat die dag op het politiebureau. Volgens mij ben je bezig, als ik goed geïnformeerd ben, met een idee om de postcode loterij aan te pakken. Nou ja, de postcode loterij aan te pakken. Ik vind dat mensen beschermd moeten worden tegen de drang die er is om mee te doen aan de postcode loterij. Omdat je bang bent dat als je niet meedoet en jouw postcode wint, dat je dan dus naast de pot grijpt. Ja. Want dat is waar de postcode loterij in een groot aantal gevallen op drijft. En wat ik nu aan het onderzoeken ben, is of er een mogelijkheid bestaat dat mensen zich verzekeren tegen de gebeurtenis dat de postcodeprijs in jouw postcodegebied valt. Dus als dat gebeurt en je hebt dan geen lot, nou, dan normaal gesproken krijgen je buren allemaal geld en jij niet. Maar dan zou je ook geld kunnen krijgen, maar dan van de verzekeraar. Dus dan doe je niet mee aan de postcode-loterij. Maar je wordt ook niet uitgelachen van wat ben jij de sukkel dat je niet aan de postcode loterij meedoet. Nee, waarmee je toch een vuist maakt tegen dat systeem. Om in ieder geval te merken dat je het niet met ze eens bent en er ook nog wat tegenover stelt. Ja. Is het denkbaar dat dat gebeurt? Het zou kunnen. Ik ben nu aan het kijken of het juridisch kan, dat je tegen zo'n gebeurtenis verzekert. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de regenverzekering. Je kunt je verzekeren tegen het feit dat het gaat regenen. Want dan kan je festival kan bijvoorbeeld schade leiden of je vakantie gaat niet door. Nou, dan lijkt mij dat je deze gebeurtenis ook moet kunnen verzekeren. En dan hebben mensen gewoon een vrije keus. En dan kunnen mensen ook zeggen, ik zeg de postcode loterij op. En dan krijgen ze niet te horen van, ja mevrouw, maar moet u dat nou wel doen? Want kijk dus naar al die ellende van mensen die niet meedoen of die hebben opgezegd. En dan zeggen ze op en een week later zouden ze in de prijzen zijn gevallen. Dus dat is allemaal heel verschrikkelijk. Nee, dan kunnen mensen gewoon zelf beslissen. En daar ben ik altijd een voorstander van, dat mensen zelf beslissen en niet de drang hebben van, ja maar straks ben ik hier in de wijk de loser en lacht iedereen mij uit omdat ik niet heb meegedaan. Peter Plasman wordt in 1952 geboren in het Limburgse Roermond. Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam wordt hij in 1987 beëdigd als advocaat. Plasman is getrouwd en heeft 2 zoons. Je bent advocaat, al lang geïnteresseerd in politiek. Je gaat de politiek in, ook voor deze verkiezingen. En daar heb je een mooi statement voor neergelegd. Laten we daar eerst maar eens even naar gaan kijken. U zult de komende tijd gaan meemaken dat de politieke partijen u willen bewegen om op hun te stemmen. Wanneer dat lukt, dan is dat prima. Dan kiest u bewust voor een politieke partij. Wij werven niet. Wij gaan niet tegen u zeggen dat u op ons moet stemmen. Het enige wat wij doen, is aan niet-stemmers de mogelijkheid bieden om te voorkomen dat hun stem wordt verdeeld door de gevestigde partijen. Want dat is wat er met uw stem gebeurt als u thuis blijft. Nou, hier staan die verkiezingsbeloften ook nog. Hè. We doen voor 100% wat we zeggen. We zullen nooit een concessie doen. We zullen geen akkoorden sluiten. Nou, fijne partijen. Bas Heijne van NRC Handelsblad die zei, ik word duizelig van zoveel leegte. Ja, ja, Bas Heijne stelt zich daarbij een beetje op als een soort zelfbenoemde poortwachter van de democratie. Want de rest van dat stuk is eigenlijk de boodschap van politiek. Hè. Er moet geregeerd worden, bemoei je er niet mee. Nou, wij vinden dat iedereen zich er wel mee moet bemoeien. En wij vinden met name dat mensen die thuis blijven bij verkiezingen, dat die zich er ook mee moeten bemoeien. Bas Heijne aarzelde overigens in deze bewering. Hij was niet alleen poortwachter, hij twijfelde ook. Hij zei namelijk, misschien is het wel een vorm van kunst. Want de heer Plasman die houdt er wel van af en toe mensen voor het verkeerde been zetten. Er zit een element van kunst in, hoor ik vaker. Dat laat ik graag aan anderen, dat oordeel. Nou nee, maar we toch hier zitten. Ik bedoel, vind je zelf ook dat wel een tikje, hoe moet je het noemen, postmodern? Postmodern? Ja, ik vind het, met enige bescheidenheid, ik vind het wel een kunstzinnig concept, als ik het moet samenvatten. Ja, daar zit wel iets. Maar is het vooral serieus of is het vooral kunstzinnig? Nee, het is vooral serieus. En wat is uiteindelijk de bedoeling? De bedoeling is, het heeft een aantal bedoelingen. De bedoeling is in de eerste plaats om mensen die thuis blijven, die zich van de politiek hebben afgekeerd,
om eens te kijken hoeveel mensen zitten daar nou bij die best bereid zijn om naar het stemhokje te gaan, maar die nu niet gaan omdat ze zeggen, ja, het maakt niet uit of ik kan niet kiezen, ik wil niet tussen deze partijen kiezen. En die misschien ook best met politiek bezig zijn. Want die 25% die thuis blijft, daar wordt van gezegd, die moeten zich nergens mee bemoeien, die zijn lui, die interesseert het niet. Nou, daar geloof ik helemaal niet in. Waarom niet? Omdat ik daar nu zelf ook bij hoor. Ik heb mijn hele leven gestemd. Ik ben zelfs lid geweest van een politieke partij. Welke partij? Dat ga ik niet zeggen. Ja, want, kom nou. Nee, dat ga ik niet zeggen, want het probleem wat wij hebben met niet-stemmers is dat wij mensen vertegenwoordigen waarvan wij helemaal niet weten hoe ze denken. Dat zal een ongelofelijke variëteit zijn in standpunten, in meningen, dwars door de hele samenleving heen. Jong, oud, links, rechts, religieus, niet-religieus. We weten het niet. Was het een partij ter linkerzijde of niet, waar je lid van bent geweest? Ik zeg er niks van, want niet-stemmers is 100% neutraal. Dat hebben we ook beloofd. Ben je wel teleurgesteld in die partij? Is dat een reden om dit ook te doen? Ja, teleurgesteld of boos, dat zijn we van die kreet. Ik vind dat ze het niet goed doen. Ik vind dat de politiek als zodanig, het met z'n allen, en het is ook niet van die partij doet het niet goed en die wel, dan ga ik op die stemmen. Ik vind dat ze het met z'n allen niet goed doen. Maar wat betekent dat de partijen doen het niet goed? Nou, de politiek als zodanig doet het niet goed. De democratie functioneert niet. Nou ja, dat is maar hoe je democratie definieert. Bij ons is het zo dat wanneer 2% naar de stembus zou gaan, en dan maak ik het een beetje ridicuul, want het zal nooit 2% zijn. Maar dan worden de volgende dag toch gewoon de 150 zetels verdeeld en dan gaat men aan de slag. En dan zegt men, ja, het is jammer dat 98% thuisgebleven is. Dat zit in ons systeem ingebakken. Wat vind je redelijk? Wat zou een redelijke systeem zijn? Hoeveel procent moet er dan tenminste naar de stembus zijn gegaan? Om voor een goede vertegenwoordiging te kunnen spreken? Nou, ik heb een andere oplossing voor de goede vertegenwoordiging, maar die oplossing is op dit moment niet voorhanden. En wij zijn een stap op weg daarnaartoe. Mijn standpunt is dat wanneer iemand naar de stembus gaat en daar kiest, dan moet je die keuze respecteren. En wanneer iemand naar de stembus gaat en hij kiest blanco, dan moet je dat ook respecteren. En dan moet je tegen de blanco stemmer niet zeggen, ja, uw stem telt wel mee voor de opkomstcijfers, maar voor de zetelverdeling gooi hem weg, doen we er niks mee. Als mensen bewust laten merken van ik wil niet kiezen, dan moet je als een volwaardige kiezer beschouwen. Maar toch nog een keer mijn vraag, 80% van de mensen gaat stemmen. Ja. Is dat voldoende? Kun je dan van een serieuze vertegenwoordiging spreken? Het is een serieuze vertegenwoordiging, maar het kan beter. En ik vind dat je gewoon 100% moet je laten meetellen. En om mijn verhaal af te maken, als je tegen de blanco stemmer zou zeggen, meneer, mevrouw, u bent met zoveel, u haalt de kiesdeler, geef hem een zetel. Want dan heeft hij bewust gekozen om niet te kiezen, maar hij gaat wel naar het stembus. Dus het zou kunnen dat heel veel mensen het met u eens zijn, misschien na deze uitzending ook, en dat u opeens 40 zetels behaalt. Bent u dan ook beschikbaar als premier? Nee, want onze enige verkiezingsbelofte is, wij laten de zetels leeg en we gaan niks doen. Wij kunnen niks doen, want als ik nou premier zou zijn, ik moet er wel bij lachen. Ja. Welk standpunt moet ik dan gaan uitdragen? Ik ben toch totaal niet gelegitimeerd om maar iets te zeggen, want ik weet niks van mijn achterban. Je kunt niet zomaar aan verkiezingen meedoen. Je moet geloof ik ook de districten, je moet geloof ik per kiesdistrict, er zijn er 19 in totaal in Nederland, moet je ook een handeling verrichten, een aantal mensen achter je krijgen. En ja. Hoe zit dat precies? 19 kieskringen en de Besseilanden is de 20ste. Je moet per kieskring 30 ondersteuningsverklaringen hebben. En dat betekent dat per kieskring 30 mensen naar het gemeentehuis moeten gaan met legitimatie. Die moeten daar zo'n verklaring tekenen. Er moet een ambtenaar bij komen die verklaring tekent en die verklaring moet weer terug naar ons. Het lijkt mee te vallen, 30 per kieskring of per kiesdistrict. Gaat het in de praktijk ook zo? Valt het mee? Nee, het is heel moeilijk. Het is moeilijk omdat het toch het is eigenlijk toch wel een forse investering voor mensen die wij niet kennen. We hebben geen netwerk van, joh, even bellen, doe het even, helemaal niet. Dus we hebben die verklaringen binnen. Maar het zijn allemaal mensen die wij niet kennen, maar die het idee prachtig vinden. Maar er zijn ook nog allerlei hobbels te nemen. Bijvoorbeeld iemand die naar het loket gaat en dan hoort, ja, u moet een uur wachten. Of vandaag kan het niet. Of de ambtenaar is ziek en kijkt u maar wanneer die weer beter is. Is de ambtenaar wel altijd neutraal tot nu toe?
Nee, we hebben ook meegemaakt dat een ambtenaar naar buiten kwam en tegen een van onze mensen zei van ja, ik vind helemaal niks wat jullie doen. Ik vind die partij, ik begrijp het niet. Wat willen jullie nou? Nou goed, dat mag hij vinden. Als ambtenaar kan je ook zeggen, ik zeg het niet, ik hou mijn mening voor me. Maar want juist dat zou je dan als advocaat niet meteen denken, ik heb hier een zaak te pakken. Want die ambtenaar die hoort zich toch van een mening. Ja. Nou ja, het ging nog verder. Want vervolgens gingen er dus mensen naar binnen van ik wil ondersteunen. En die kwamen naar buiten en die zeiden ja, die ambtenaar zei dat het misschien toch niet zo'n goed idee was. Dus ik ga er nog even over denken. Nou, dus weg ondersteuner. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. Dus is dat een zaak waard? Ja, dat is een zaak waard, maar op dit moment is onze zaak om alle ondersteuningsverklaringen in te leveren. En ik weet niet in hoeverre we nog van die ambtenaar afhankelijk zijn. Want dwars liggen kan iedereen. En hij kan zich ook ziek melden de volgende dag en dan staan mensen daar voor een dicht loket. Dus dat is allemaal link. Straks. Strafrechtadvocaat Peter Plasman heeft lak aan autoriteit. Hij vindt het poppenkast. Ik neem het niet zo serieus. Ook de rechter niet? De rechter wel. Maar dat is een instituut en dat heeft niks met de persoon van de rechter te maken. Maar geldt het echt alleen voor de rechter? Geldt het voor geen enkel ander instituut, geen enkele andere instantie, geen enkele andere voor persoon? Voor mij geldt het alleen voor de rechter. Ik ben in Amsterdam in het appartement van strafrechtadvocaat Peter Plasman. Ik heb het leger van binnen gezien toen en toen dacht ik, dat stelt allemaal niks voor. Gewoon in woede, van moet je eens kijken wat er nou gebeurt. En die zei tegen mij, dat varkentje, dat was ik wel even, die draai ik een poot uit. Want het is helemaal geen autoriteit. Het is poppenkast. Dit ding, deze tank met opleggen, die was in de tijd dat ik ermee speelde, was hij geloof ik 15 gulden. En dit doet nou gauw 150 euro. Het mooie hiervan is, ik vind als je nu naar speelgoed kijkt, dan is het heel uniform. Je hebt speelgoedwinkels van een keten, dat is allemaal hetzelfde. En ja, dit is een heel ander soort speelgoed. Dit is gewoon, ja, ik vind dit veel echter. En nou ja, ik heb bijvoorbeeld hieronder staat een brandweerwagen. Nou, die is topgaaf. En dat was toen ik 7 was, was dat mijn lievelingsding. Dat stond naast mijn bed, daar ging ik mee naar bed. En dat vond ik toen al zo mooi, dat je zo'n auto zo natuurgetrouw namaakt en dat je ermee ladder omhoog. En ja, dat heeft dus gewoon ook echt wel sentimentele waarde. Maar nu kijk je er alleen naar of speel je er ook af en toe stiekem nog mee? Nee. Ik ga misschien nog een keer kijken, ik heb zoveel militair spul, want die vind ik nog eens extra mooi. Niet omdat het, maar gewoon qua vormgeving, misschien nog een keer een veldslag organiseren, maar het is er nog niet van gekomen, nee. Je bent in je leven heel vaak verhuisd, je hebt ook op een kostschool gezeten. Hoe belangrijk voor je vorming is dat geweest? Ja, dat is altijd natuurlijk moeilijk te reconstrueren, maar dat zal ongetwijfeld van grote invloed zijn geweest over de persoon die ik later geworden ben. Als men mij vraagt van waar kom je vandaan, dan zeg ik al ja, ik ben geboren. Ik zeg niet ik kom uit Limburg, ik zeg ik ben geboren in Roermond, maar toen ik 2 jaar was het alweer. Dus ja, dan heb je daar niet die binding mee die heel veel mensen hebben die ergens uit een bepaalde gebied of streek of stad komen en dan zeggen, ja, daar liggen mijn roots. Voor de hand om wel te denken dat je dan een eenling bent. Iemand die echt letterlijk zijn eigen weg zoekt in het leven. Ja, dat is een van de dingen die ik wel bij mezelf dus merk, want dan kan ik daar wel op terugvoeren. Want als je kind bent en je leeft ergens, dan bouw je een omgeving op. Je hebt vrienden, je hebt vriendinnen. En dan is het opeens van, dat heb ik dus echt meegemaakt. We gaan over 2 weken gaan wij hier weg. We gaan naar Suriname. Oh, en al die. Nou, als je dat een keer meemaakt, dan kom je dan. Oké, dat is de volgende keer gaat het dan anders. Maar als je dat keer op keer meemaakt, dan denk je op een gegeven moment misschien, en dat gaat allemaal onbewust, dus het is allemaal terugredeneren. Maar ja, het heeft niet zoveel zin om hier hele diepe vriendschappen aan te gaan, want het is toch allemaal tijdelijk. Ik zou bijna zeggen, geluk bij een ongeluk, dat je dan op een kostschool terecht kwam. Met ja, discipline, met een vaste club mensen. Ja, nou, discipline was er niet. Het was een vrijgevochten internaat in Venlo. Daar was ik wel weer even terug in Limburg. En daar werden we helemaal vrijgelaten. Maar hoe uitte zich dat dan, helemaal vrijgelaten op een kostschool?
Dat uitte zich heel praktisch. Dat was een kostschool waar paters zaten, maar de paters hadden het gebouw verlaten en die hadden nieuwbouw naast de kostschool. Dus we hadden die kamers en waren volledig vrij. En dan ga je natuurlijk dingen doen. En wat gebeurt er dan? Dan zeggen we, hoe gaan we onze tijd vullen als we niet aan het leren zijn? Nou, daar is mijn hobby bijvoorbeeld voor poker ontstaan. En dat was dus al in de 60e jaren. Want dan ging je dus pokeren en je ging zwikken en al die spelletjes. Dus ik heb daar wel een aantal dingen ontwikkeld. Je bent daar ook een hele goede pokerspeler geworden. Maar dit zijn tot nu toe dingen binnen de perken, binnen de grenzen. Heb je ook je misdragen? Want ja, als daar de ruimte voor is en je bent jong... Nou, ik heb me daar wel eens misdragen en toen kreeg ik ook straf. Toen werd ik van die kamer, moest de deur op slot en ik kon een maand op de slaapzaal tussen de jongeren. Dat zou je leren ook, ja. Werkte dat, deze manier van straffen? Ja, want dat dacht ik, dat wil ik niet nog een keer meemaken. Wat had je gedaan? Ja, toen hadden we met z'n allen, maar ik werd eruit gepikt helaas. Met z'n allen hadden we een gevecht georganiseerd op die gang. Want we hadden ontdekt waar voor jarenlang wc-rollen lagen. En die deur stond open. Toen hebben we dus al die wc-rollen, daar zijn we oorlog mee gaan voeren. Dus die hele gang lag 2 meter hoog met wc-papier. En toen kwam de pater kijken. Die kwam af en toe en die zag, die begreep echt niet wat daar aan de hand was. Dus dat moest natuurlijk bestraft worden. Ik zou bijna zeggen, ook dit valt nog mee. Dat is bijna qua jongenswerken. Ja, hoe keek jouw vader hier tegenaan? Jouw vader beroepsmilitair? Nou, mijn vader die bemoeide zich er niet zo. Die zat in Duitsland. Want daarom zaten wij daar. Want daar waar hij zat, konden we de Nederlandse school niet afmaken. Die bemoeide zich er niet mee. Die dacht, die zit er goed. Ik zat daar met mijn 1 jaar jongere broertje. Had je wel een band met je vader? Of eigenlijk helemaal niet vanwege die afstand, letterlijk al niet? Maar... Ik had wel een band met mijn vader, maar niet zodanig dat toen ik daar zat van, oh jee, wat zit ik hier in mijn eentje en ik zou eigenlijk liever thuis zitten. Niet het voor de hand liggende fenomeen ook van het afzetten tegen de beroepsmilitairen. Bijna alle verhalen staat op Plasman, is anti-autoritair, daar houdt hij van. Een beetje rebels, een beetje ondeugend. En dan denk je onwillekeurig, wat wil je met zo'n vader? Het is juist omgekeerd. Mijn vader die... liet mij zien door de manier waarop... Ik heb het leger van binnen gezien toen. En toen dacht ik, dat stelt allemaal niks voor. En dat was natuurlijk wel een leger in vredestijd. Het lag dan wel in Duitsland, maar ja, het was allemaal wel dreiging. Maar er gebeurde natuurlijk feitelijk helemaal niks. Qua oorlog of wat dan ook. Dus het was niet... Ik heb totaal geen last gehad van een autoritaire vader. Dat is vaak het beeld. Een vader militair beroepje, die zal zijn kinderen wel streng aanpakken. Nou nee, het omgekeerde was het geval. En je hebt gezien hoe ze zijn. Het omgekeerde, dat is echt interessant. Ja. En daardoor juist de gedachte, ik hoef ook helemaal geen ontzag voor autoriteiten te hebben. Want het is helemaal geen autoriteit. Nee. Het is poppenkast. Dat als mijn waarneming als kind van... Het is allemaal poppenkast. Hoe heb je daar gebruik van gemaakt in je beroepszame leven? Nou, ik denk dat mij ontwikkeld heeft in de zin van je moet, die autoriteit, dat is, moet je met een korreltje zout nemen. En dat wordt dan heel snel, anarchistisch of zo genoemd of tegen het gezag, helemaal niet. Helemaal niet, nee, maar ik neem het allemaal met een korreltje, ik neem het niet zo serieus. Al de rechter niet? De rechter wel, maar dat is een instituut, dus de rechter, kijk dat is, de rechter moet je serieus nemen, omdat... Als je dat niet doet, dan kom je aan hele wezenlijke dingen in de samenleving. En dat heeft niks met de persoon van de rechter te maken. Maar geldt het echt alleen voor de rechter? Geldt het voor geen enkel ander instituut? Geen enkele andere instantie? Geen enkele andere persoon? Voor mij geldt het alleen voor de rechter. De rest kun je belachelijk maken zoveel je wil? Nou, de rest moet het aankunnen dat je ze belachelijk maakt. En de rechter, die kan dat niet aan. Als je de rechter, ik vind de rechter is het wezenlijke orgaan. De politici die dat doen, die moeten echt verketterd worden dan, of niet? Ja, vind ik wel. Welke politici zijn dat? Nou, dat zijn er een aantal die ik zo wel eens langs zie komen. Maar noem maar eens een paar. Nou ja, kijk, Wilders doet het dan heel duidelijk en dan wordt wel eens, ja, dat moet je niet doen. Maar je kan ook uitdragen, ook richting samenleving, ook als de samenleving in beweging komt. Ik noem maar wat rechters dat zijn slappelingen, die straffen te laag. Dan kun je ook als politicus uitleggen dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn en dat het ook feitelijk gewoon onjuist is. En daar mis ik lef. En dan denk ik, ja, dat is een lef die er niet is, omdat ik denk men bang is voor de gevolgen als je het dan te hard voor rechters opneemt. Want dan ga je dus tegen de samenleving in, althans veel mensen in de samenleving, die zeggen, ja, rechters een slappe hap. Dan moet een politicus zeggen, rechters, dat is geen slappe hap. En ook
constant uitleggen waarom het zo belangrijk is om deze kant niet op te gaan. Nou, je bent nu een gevierd advocaat, gedreven advocaat ook, maar heel lang leek het mis te gaan. Allerlei kleine baantjes, daarna één redelijk serieuze baan als ambtenaar bij de gemeentelijke dienst herhuisvesting. Toen ben je even in de fout gegaan en je hebt in de cel gezeten. Wat is er precies gebeurd? Ik werkte bij herhuisvesting en bij de afdeling ontruiming en vorderingen. En daar waren wij in een oorlog verwikkeld met een bordeelhouder die een bordeel runde om de hoek bij herhuisvesting. Dat zagen we dus elke dag, maar formeel woonden daar moeders met kinderen. En wij zeiden, die woning moet leeg, je moet naar woningzoekenden waar wij voor werken. En de burgemeester zei, want die besliste dat uiteindelijk, nee, want er wonen moeders met kinderen. Wij zeiden, nee, er wonen geen moeders. Ja, maar ik kan niet bewijzen dat dat een bordeel is en dat dat de fake inschrijvingen zijn. Een jaar lang oorlog en wij stonden op het punt om te zeggen, nu maken we die woning leeg. En toen kregen we de opdracht van de burgemeester om daarmee te stoppen en die man te laten zitten en niks meer te doen. Dus totaal frustrerend. En op het moment dat die beslissing genomen was, die man krijgt zijn zin, belde hij mij en hij zei, joh, ik heb er wel wat voor over als ik kan blijven zitten. Maar hij mocht dus al blijven zitten, alleen hij wist dat niet. Dat verhaal heb ik aan een vriend verteld, gewoon in woede, van moet je eens kijken wat er nou gebeurt. En die zei tegen mij, dat varkentje, dat was ik wel even, die draai ik een poot uit. Ja. Nou, en toen is dat misgegaan. Vanuit die woede, maar je had het uiteindelijk niet mogen doen, daar nou ja, ik was in de gevangenis. Nee, ik ben nooit in de gevangenis geweest. Je werd ook niet vastgezet? Ik heb één dag op het politiebureau gezeten en dat was het. Eén dag? Je hebt niet in een cel gezeten? Nou ja, je zit niet aan een bureau op het politiebureau. Ik heb de cel toen die dag van binnen gezien, ja. Juist, ja. Maar dat moment is wel een ommekeer geweest. Nou ja, dat staat ook in dat boek, dat het een ommekeer was in je leven. Nou ja, wat er toen gebeurde op dat politiebureau, en dat was de ommekeer in mijn leven. Ik vertel dat verhaal en er waren toch wel behoorlijk wat fanatieke rechercheurs. En die begonnen tegen mij, ja, maar dat is niet waar. Het verhaal is anders, het verhaal is zo. En ik dacht, ja, ben jij er nou bij geweest of ben ik erbij geweest? Ik zat gewoon volledig te goede trouw mijn verhaal te doen. En dat ging maar door. Nou, toen kwam er een advocaat en die zei, ja, maar je wilt toch naar huis? En dan kan je maar beter vertellen dat het is zoals zij zeggen dat het is. Want dan zijn ze klaar en dan hoef je niet te zeggen. Dus dat had op mijn zoon, ik kwam in een hele nieuwe wereld terecht. En ik doe hier gewoon mijn verhaal. En iemand gaat tegen mij zeggen dat het verhaal anders is. En dan zegt nog een ander die mij moet helpen, dat ik beter dat verhaal kan bevestigen. En toen viel het kwartje en toen dacht je, weet je wat, ik weet nu wat ik met mijn leven aan moet. Is het echt zo gegaan? Nou, de volgende dag heb ik meteen ontslag genomen. Want ik had als ambtenaar, ik ben ook nooit veroordeeld dat ik als ambtenaar iets verkeerd heb gedaan. En dat was op vrijdag en op maandag heb ik me ingeschreven op de universiteit. En ik ga gewoon, dit is mijn vak. Waar ik nu in terecht gekomen ben, dat is mijn vak. En dat is wel een beslissend moment, omdat je wist, dit is mijn vak, dit vak ga ik uitoefenen, daar wil ik al mijn brood mee verdienen, daar wil ik mijn leven mee maken. Dus het is heel belangrijk, je beroep, maar ik geloof niet alleen je beroep heb je hier aan overgehouden, maar ook je vrouw. En hoe zit dat dan precies? Nou, als aan mij gevraagd zou worden, welk moment in je leven zou je over willen doen, dan is dat die dag op het politiebureau. Want dat is beslissend geweest voor het worden van strafrechtadvocaat, voor mijn hele carrière. Voor het vinden van wat dan werk heet, maar wat eigenlijk mijn hobby is. En ik heb mijn vrouw er ook aan overgehouden. Dus, je zou het bijna iedereen aanraden, dus een dagje in de cel. Oh nee, maar los van dit raad ik dat echt iedereen aan. Ik zou het heel goed vinden voor begrip in de samenleving van het belang dat je de rechtsstaat overeind houdt. Het belang dat iedereen recht heeft op een goede verdediging. En een belang dat je ziet dat de politie correct moet werken. Dat iedereen een dag in de cel door zou brengen. Want mensen beseffen vaak niet wat vrijheid is. Maar als je van het ene op het andere moment totaal wordt overgeleverd aan, al is het maar een simpele bewaarder die met de sleutel rondloopt. En al is het maar dat je niet kunt eten wanneer je wil. Dat heeft op sommige mensen zo'n immense impact, dat moment, dat ze gewoon anders naar het leven gaan kijken. Dat begrijp ik, maar de volgende stap zou zijn, je gaat aanschurken tegen criminaliteit, omdat dat je die mensen beter leert kennen, die criminelen, dat je ze aardig gaat vinden misschien wel, en dan kom je op een lastig terrein. Dat is bijvoorbeeld hier door deze heren mooi neergezet. Sting is a pyramid, since time immemorial. I should not have to be coming here.
had in my hand. Reminding you about your duty. You're supposed to be earners. That's why you got the top tier positions. There's the fucking money. Is it a hanging offense or not? Send someone over there tomorrow to take care of it. Tony says no. I got your back. You in front of me that I didn't do everything I could to try to protect Jackie Jr.? I worry about you, that's all. You don't care about our future, Tony. I would follow that man into hell. To hell. Ja, de Sopranos. Hè. Kijk, je kunt je voorstellen dat ook de criminelen aardige mensen zijn. Heb je goede banden met sommige criminelen? Zakelijk heb ik goede banden, ja. Maar nooit vriendschappelijk? Nee, nee. Is het wel eens in de buurt gekomen? Het komt in die zin in de buurt dat je... Kijk, ik heb natuurlijk bijna nooit vervelende ervaringen met verdachten of met criminelen. Want ze hebben mij nodig. En ja, ik draai een toko, dus ik heb die vervelende ervaringen niet. Maar het is gewoon niet goed om er te dicht op te zitten. En er zijn best mensen waarvan ik denk, nou, zoals ik jou ken, zou ik best met jou bevriend kunnen zijn. Maar dat geldt voor iedereen, dat geldt ook voor een moordenaar. Zoals ik jou ken. Dat deel van jou wat ik zie. Dat zou best een vriendschap kunnen zijn. Maar tegelijkertijd weet ik dat er een heel belangrijk deel is wat ik niet zie. Want ik ben er niet bij als iemand wordt geliquideerd of als iemand bedreigd wordt met zijn vingers afsnijden. Daar ben ik niet bij. Dus ik kan wel de momenten zien, ik kan heel goed de momenten zien waarvan ik weet, kijk, en dit is het moment waarvan je moet zeggen, hier stopt het. Maar het is altijd het dunne laagje vernis, hè, tussen normaal en niet normaal. Herken je dat bij jezelf ook? Had het met andere woorden voor hetzelfde geld helemaal verkeerd kunnen aflopen? Nee. 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 Nee, dat had met mij niet gekund. Waarom weet je het zo zeker? Omdat ik wel in dat wereldje gezeten heb. Voordat ik advocaat werd, heb ik echt van alles gedaan. En heel veel mogelijkheden gehad als ik had gewild. Of daar niet tegen bestand was geweest om de fout in te gaan. Kun je één moment noemen waar dat wel heel dichtbij kwam? Ik ben dealer geweest in een illegaal casino, waar dus gewoon gegokt werd en gepokerd. Ja, en daar kwam natuurlijk Jan en Alleman binnen, waarvan je echt kunt denken, hoeveel jaar zit hier bij elkaar? En daar kun je zo bij aanhaken. Ik bedoel, die zoeken natuurlijk personeel en mensen. Dus als je bent nooit in de verleiding geweest om dat te doen? Nee. Waarom niet? Nee. Ja, ik weet het niet. Ja, waarom kom je niet in de verleiding? Je kan beter zeggen, waarom kom je wel in de verleiding? Want Het maakt niet uit, maar de verleiding is er nooit geweest dus. Nee. Ik heb nooit gedacht van, zou dit iets voor mij zijn? Straks werkt strafrechtadvocaat Peter Plasman een persoonlijk dilemma voor. Iedereen met een strafzaak nemen wij aan. En als ik nu bij je kom en ik zeg, ik heb een collega strafpleiter die je zeer waardeert, die heb ik vermoord. En ik weet dat jij voor mij de beste advocaat bent, neem je de zaak dan ook aan? Ik ben te gast in het appartement van strafrechtadvocaat Peter Plasman. Je hebt een Indische vrouw, je hebt eens gezegd, dit is een geschenk, want ik krijg daardoor ook nog een Indische familie bij. Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, Indische mensen die ik ken, die hechten heel erg aan de familieverbanden en die zitten heel dicht op elkaar, die ontmoeten elkaar vaak. Dat is een... Dus je komt in een warm bad, heb ik wel eens, zo zie ik dat eigenlijk, en dat krijg je er gratis bij. Het is ook iets omdat je dat misschien zelf gemist hebt in je eigen jeugd, of niet? Ja, maar het zou best kunnen. Ja, het is een hele andere ervaring, hechte familiebanden. Ik heb met een aantal mensen uit mijn eigen familie heb ik ook hele goede banden, familiebanden, maar dat is niet één grote familie waar iedereen, zoals de familie van mijn vrouw dat heeft. Dit is toch de fotograaf die op de meeste plekken in jouw huis te zien is. Jouw favoriete fotograaf, Erwin Arnoff? Ja. Fotograaf, favoriete fotograaf en ook vriend. We hebben al werk van hem vanaf eind 80e jaren.
een beetje opgebouwd. En dit is echt een topper. Dit is uit de serie Berlin. En dit is de trap waar heel veel foute figuren op gelopen hebben. Dit is de trap in het Olympisch Stadion. En dat is hem. Dit is een zelfportret. Hij heeft zijn fototoestel in zijn linkerhand. Heel pakkend moment, vind ik. Een foto is altijd stilstand, maar deze foto beweegt ook. En ook een zelfportret op de rug. Dat moet je ook maar, zien, dat iets moois op kan leveren. Vrienden mogen alles tegen elkaar zeggen. Over jou zeg je ook een paar keer, als je jou in één zin moet typeren, van buiten een Boeddha en van binnen een Sphinx. Oh. Is dat ja. Nou ja, ik vind het wel lastig om voor wat anderen ervan vinden. Maar schrik je dan of denk je van, nee. Ik ken hem wel een beetje, ik kan me voorstellen dat hij dat zegt. Nou, ik hoor wel vaker dat ik wat afstandelijk overkom en moeilijk te peilen. En ja, misschien is dat ook wel zo, maar ja, ik doe er niet mijn best voor. Dat is niet te plaatsen, dat is het ongrijpbaar. Ja, misschien. Ja, ik vind dat lastig te beoordelen. Ik maak me niet ongrijpbaar. Ik maak me ook niet moeilijk peilbaar. Ik zeg wat ik vind. En dus de mensen die waar ik vaker mee omga, die weten wel dat dat... Jij vindt het volgens mij wel leuk om een spel te spelen. Af en toe een beetje rebels te zijn en af en toe die kleine kwinkslag op momenten ook dat mensen het niet verwachten. Ja, nee, ik ben dol op mensen. Laat ik dan over anderen praten. Want ik ben dol op mensen die dingen doen waarvan anderen zeggen, hé, wat is dat nou? Ik hou heel erg van mensen die raar bezig zijn. En raar bedoel ik dan in positieve zin. Ja, maar dat je een Sphinx zou zijn in de zin van niet gevoelig, dat bedoelt hij denk ik ook niet. Maar dat ben je wel, want kijk maar hier naar deze foto, hè. Ja. Jij met je vrouw? Ja, het was... Liefdevol moment? Het was het bij het trouwen van onze oudste zoon. Die is getrouwd met een meisje uit Bali, die op Bali heeft leren kennen. Die echt vanuit Bali, vanuit een kansloze positie naar Nederland is gekomen. In 1 jaar ingeburgerd, Nederlands spreekt. En zich helemaal, in hele korte tijd, helemaal gevonden. Zich thuis voelt in onze samenleving, kansen pakt die ze krijgt. Het is heel mooi om mee te maken. Dus dit is ja, liefde naar mijn vrouw, liefde van mijn vrouw naar mij. Maar ook op de achtergrond van wat mooi dat onze zoon dit nu weer beleeft. En ook mooi dat vader en zoon allebei op Indische vrouwen vallen. Ja, dat heeft hij dan misschien niet van vreemd meer. Ja. Maak jezelf vrij! Deugt niet! Flikker op, man! Jij weet wie je bent. Een menselijk roofdier met maar één doel. Winnen, 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 winnen. Als je deze muziek hoort, dan moet je je prepareren, want dan is het... Goeie acteur, dit is. Ja. Dat is een mooie advocaat van de duivel. Je speelt er zelf ook een rol in. Waarom heb je daar meegedaan? Ik vond het leuk. Ik werd gevraagd of ik de gastoptreden wilde doen. En het ging over mijn vak. En ook een leuk thema, een boeiend thema, waar natuurlijk iedereen altijd mee bezig is als het over advocaten gaat. De vraag is altijd, mag je en kun je en wil je iedereen verdedigen? En wat is je antwoord op die vraag? Ja, nou, en de vervolgvraag is dan hoe kan je dat? Iedereen verdedigen. Ik stel geen vraag meer. Maar laten we eerst beginnen met, zou je iedereen willen verdedigen en kunnen verdedigen? Ja. Nee, dat hebben wij ook als credo op kantoor. Wij verdedigen iedereen die bij ons komt. Begrijp je collega-strafpleiters die dat niet doen? Eigenlijk niet zo goed. Ik begrijp het wel als het echt heel persoonlijk is. Kijk, er zijn natuurlijk altijd dingen die je niet doet. Als mijn buurman bij me komt, dan zeg je, ja, is dat nou wel verstandig? En als het er dichtbij komt... En je hebt tegenstrijdige belangen. Is dat wel eens gebeurd dat iets te dichtbij kwam? Ik heb wel eens iemand in de familie gehad die, dat was vrij heftig. En toen dacht ik, dat is niet goed. Maar dat vind ik wel heel interessant dan, omdat het zo'n uitzonderlijke situatie is om te weten wat dat precies was. Nee, dat kan ik niet. Dat is mijn beroepsgeheim.
Je loopt nu tegen mijn beroepsgeheim aan. Ik zou het net zeggen, ja. Ik had al vijf slimme vragen, maar dat beroepsgeheim, dat verdomde beroepsgeheim, dat is belangrijk. Ja. Als het er dichtbij komt, nou, wij kennen elkaar vaag, hebben elkaar een paar keer ontmoet. Stel nu dat bijvoorbeeld dat je een cliënt hebt en je weet dat die cliënt een huurmoordenaar heeft ingehuurd om mij te vermoorden. Ga je mij dan inlichten of niet? Ja. Oh, dat wel? Ja. Lichte aarzeling merk ik, maar toch wel. Nee, maar kijk, dank u wel. Dat kan. Nee, ik moet even snel schakelen. Want dit is dus een dilemma wat je me voorlegt. En bij dilemma's moet je altijd oppassen dat je over een dilemma gaat beslissen als het dilemma er eigenlijk nog niet is. Want je kunt die beslissing pas echt nemen als het dilemma zich concreet aandient. Kijk, ik kan heel makkelijk zeggen als iemand een stadion gaat opblazen, dan ga ik dat natuurlijk melden. Nou, dan zeg je vervolgens, ja, maar als het nou het stadion leeg is en er lopen alleen een paar voetballers. En dan loopt er nog één voetballer. En dus je kan op dit soort dilemma's eigenlijk niet op voorhand zeggen hoe je... Nee, laten we dan zeggen dat het er wel gaat. Het gaat om inderdaad een ander mens is daardoor in gevaar. Zou vermoord kunnen worden, zou dood kunnen gaan. Dan ga je per definitie de politie inlichten. Ik zou dan op dat moment de afweging maken tussen het schenden... Dan ga ik even uit dat het onder mijn beroepsgeheim valt. Want dat hoeft niet per se zo te zijn. Het probleem is alleen als het wel onder mijn beroepsgeheim valt... En dat zou inhouden dat ik weet dat iemand vermoord gaat worden. En dat ook echt, ik inschat dat dat ook echt zo is. Dan zou ik iets doen. Of dat is de politie waarschuwen, laat ik in het midden. Maar ik zou iets doen. Als het om zoiets essentieels, belangrijks gaat, om een mensenleven. Dan zou je dus ook je beroepsgeheim schenden. Ja. Neem je iedereen aan? Iedereen die met een bepaald dilemma of een bepaalde zaak bijkomt, zeg je dan heel, heel snel ja of niet? Nou, we zeggen van tevoren al ja. Want we zeggen, wij nemen elke zaak aan. Ja, maar het kan ook een oninteressante zaak zijn. Nee, of iemand die niet te veel te betalen, niet genoeg kan betalen, dat maakt ook niet uit. Maar iedereen met een strafzaak nemen wij aan. En als ik nu bij je kom en ik zeg, ik heb een collega strafpleiter die je zeer waardeert, die heb ik vermoord. En ik weet dat jij voor mij de beste advocaat bent, neem je de zaak dan ook aan? Ik heb wel eens iemand bijgestaan die had een advocaat bedreigd waar ik ook wel heel goed mee omging. En ja, mijn belangrijkste uitgangspunt is, wij nemen elke zaak aan. Maar hier kwam het niet te dichtbij. Hier kwam het net niet te dichtbij. Net niet. Ik vond het net niet te dichtbij. Maar net niet heeft te maken met de band die je dan hebt met de strafpleiter. Ja. Ja. En de band was net niet goed genoeg. Ja, de band was wel goed, maar niet warm. Het was ook geen moord of doodslag. Het was, uiteindelijk is het, had hij ook niet gedaan waar hij aanvankelijk van werd beschuldigd, mijn cliënt. Dus dat maakt ook nog wel verschil. Het maakt ook verschil hoe hij erover praat. Als hij tegen mij zou zeggen van, ik heb deze advocaat bedreigd en jij moet mij nu helpen, maar die is nog niet met mij klaar, die advocaat, zou het weer een ander verhaal worden. Deze man betreurde echt wat hij had gedaan. En, dus dat zijn allemaal aspecten die meewegen. Uitgangspunt is, we nemen elke zaak aan en dan moet er een behoorlijk zware reden zijn om dat niet te doen in een concreet geval. Je wil ook weten wat het kost. Als ik erbij kom met deze zaak, deze behoorlijke zware zaak, daar gaat al tijd in zitten. En ik begrijp dat het heel lastig is om daar een exact bedrag op neer te zetten. Maar geef eens een bandbreedte aan. Wat ben ik dan ongeveer kwijt aan de heer Plasman? Dat kan oplopen van op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dan kost het de eigen bijdrage van, ik geloof, 48 euro soms. Dat is de ondergrens. Ja. En het kan oplopen tot... Tienduizenden, honderdduizend euro, afhankelijk van de zaak. En dan mag ik ook cash betalen als ik toevallig nog wat op zolder heb liggen, of niet? Dat mag, tot een bepaalde hoogte, en dat is 5000 euro. En daar heb je ook altijd aan gehouden? Ja. Strikt genomen mogen we geen cent contant aannemen. Nou, dat is gewoon niet te doen. En dan is het van, ja, als er omstandigheden zijn waarom het wel moet, dan moet het wel. Maar 5000 is dan kom je in het witwastraject boven de 5000. Dus de grens is 5000 nu. En het was 15.000. En er is ook heel lang geen grens geweest. Hè. Er was helemaal geen wetgeving over. En toen was je ook al advocaat, toen er nog geen grens was? Ja. En toen heb je wel enorme bedragen kunnen aannemen of aangenomen? Enorm niet, maar toen speelde het niet. Maar weet je nog wel wat ongeveer het hoogste bedrag is dat je in die tijd cash hebt aangenomen? Nou, dat zal wel eens een keer 20.000 gulden geweest zijn of 25.000, ja, zoiets. Niet tonnen of in die richting, nee. Nee, kijk, de verhalen over grote bedragen in strafzaken, die zijn echt volkomen niet reëel.
de grote bedragen die gaan om bij de grote civiele zaken. Civiele advocaten verdienen veel meer geld dan strafrechtadvocaat. In strafzaken word je niet rijk, op een enkele uitzondering na. En misschien bij de grote kantoren de advocaten die witte borden criminelen bijstaan. Dat is ook nog een heel aparte markt. Wij zitten in het communestrafrecht. Daar wordt mee bedoeld moord, doodslag, drugs, mensenhandel, mensensmokkel, verkrachting, ga maar door. Daar wordt niet het grote geld verdiend, echt niet. Je ziet er nog heel jong uit, maar je bent wel bijna 65. Tot hoe lang wil je doorgaan met pleiten? Ik heb geen enkele einddatum in mijn hoofd. Ik sta nog elke dag met groot plezier op met de vraag, wat gaat de dag van vandaag brengen? Elke dag weer verrassingen. De dag is volstrekt niet planbaar, behalve als er zittingen zijn, vaste dingen, maar daaromheen gebeurt er zoveel. En het houdt me jong. En ja, wie gaat nou iets stoppen met iets wat hem jong houdt? Dus zolang het me gegeven is en ik mijn werk als mijn hobby zie, ga ik door. En daar heb ik geen enkele leeftijd aan. Tot de laatste snik. En het is ook veel leuker dan politiek bedrijven. Want de politiek, daar zullen we je nooit actief in zien. Expres ook niet. Ja, nee. Politiek bedrijven, dat is niks voor mij. Dit is wat ik doe. Dit is ook wat ik ben. En ik doe het. Ik zit. Kijk, werk je thuis? Nee, ik werk niet thuis. Werk je op kantoor? Nee, ik werk ook niet op kantoor. Ja, waar werk je dan? Ja, eigenlijk werk ik niet. Ik ben gewoon constant bezig met mijn hobby. Ja. En dat doe ik overal. Dat is voor jezelf heel leuk. Wat vind je omgeving ervan? Die vindt het alleen maar leuk als ik het leuk vind. Die vinden het allemaal prima. Die begrijpen precies wat ik doe. Die zijn er ook bij betrokken. Mijn vrouw is voor mij echt een steunpilaar, ook juridisch, is ook juriste. En mijn vrouw is degene die mij wel eens aan mijn jasje trekt van hey, dit is niet zo'n goed idee en zou je dit er nog niet eens bij doen. Dus ik spiegel heel veel met mijn vrouw. Je luistert ook naar haar? Dat zij naar mij luisteren? Jij luistert naar haar? Ja, luisteren ze ook maar naar mij. Maar, ik luister, zij heeft een hele andere invalshoek. En het is ook wel eens nodig om te spiegelen. Ik heb wel eens wat ideeën waarvan ik dan zelf denk van, is dit... Eén voorbeeldje, anders dan weten we het niet. Nou, bijvoorbeeld die zaak van die ik doe met van miljoenenjacht, die is ook wel bekend. Hè, de rode knop, dat moet je wel even, dat is de rode knop. Iemand die dacht, ik kan doorgaan naar de rode knop, dan ga ik niet door. Hij drukte terwijl hij niet wilde drukken, dus hij vergiste zich gewoon. En toen zei de organisatie, nou je hebt gedrukt, pech. En ik zeg, nou dat zie ik anders, je moet dat meer juridisch bekijken. Het gaat om wat hij wilde, hij vergist zich gewoon. Nou dat is in het recht een heel bekend fenomeen, dat als je vergist dat je niet aangehouden kunt worden. Onder omstandigheden, nou dat was zo'n omstandigheid. En dan heb ik voor mezelf dat helemaal duidelijk. En denk alleen van, wat vinden anderen hiervan? Zie ik het goed? Dus ik ben wel eigenwijs in die zin dat ik denk, ik zie het goed. Maar ik ben wel gevoelig voor invloeden van anderen van nou. En zij zei, fantastisch idee. Maar het gebeurt ook wel eens omgekeerd. Dat ik een idee heb en dat ze, nee, zou ik even niet doen. Volgende week praat ik met Ruud Koornstra, Nederlands eerste energiecommissaris. Hij vertelt dat hij is gesaboteerd door een grote multinational. En ze volgden me, ze hadden afluisterapparatuurs met wie ik afspraak had. Ze hadden te liegen bij de overheid dat wij oplichters waren. Wij hebben een taak, wij hebben een verantwoordelijkheid als Nederland. Dat bleek ook een onzinverhaal te zijn. Nee, daar hebben we iets aan gedaan. Begin jij ook al onzin? Dat is helemaal niet zo.